Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom weer vanuit de Lutherse Kerk in Den Haag. Voor de derde keer op rij. Johannes de Heer staat centraal vanavond. Ik heb thuis een prachtige bundel. Iedere keer komt er weer een heruitgave. Maar voor in de bundel staat altijd nog dat prachtige verhaal van Johannes de Heer. Die naar Engeland ging en heel veel prachtige melodieën meenam. En daar Nederlandse teksten bij maakte. En het is een hele uitgebreide bundel geworden. En wie houdt er niet van die prachtige melodieën en die prachtige teksten uit de bundel van Johannes de Heer. Ik improviseer er ook ontzettend graag over. En zeker als ik hier in de Lutherse Kerk in Den Haag ben. Dus dat ga ik doen vanavond. Bedankt voor het afstemmen. Bedankt voor de mooie reacties in de afgelopen weken vanuit de Lutherse. Het concert samen met Noortje van Middelkoop. En daarvoor de improvisaties over de psalmen. Dat is nog lang bij me blijven hangen van psalm 60, een klaaglied, een gebed tot psalm 72. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. En alles wat ertussen zit. Maar ook vorige week dat prachtige samenspel met panfluit en orgel. En eigenlijk is de basis van panfluit en orgel ook hier gelegd in de Lutherse kerk. Ooit door Sander van Marion, goede vriend van me, met Fred Mann. Ik had toen zo'n LP en dan zitten ze beneden hier in de kerk op zo'n rietenstoel met de panfluit. En dan... toen is eigenlijk die combinatie ontstaan en die is in de loop der jaren heel populair geworden en zeer terecht. Zeker als je samen mag spelen met Noortje van Middelkoop. Maar vanavond liederen van Johannes de Heer. Fijn dat jullie er zijn. Bedankt voor de donaties. Bedankt aan de bedrijven die een banner plaatsen. Daarmee kunnen we door. Wereldwijd wordt er naar gekeken. Ik krijg steeds meer kijkers ook. Bijvoorbeeld uit Canada, Amerika, Australië en Zuid-Afrika. En de omringende landen van Nederland. Heel fijn. Hanno staat me weer terzijde aan de knoppen van het prachtige orgel hier in de Lutherse Kerk. Wim en Ellen de Penning verzorgen beeld en geluid. En daarom mag ik hier blij zijn dat ik een schakeltje ben in een reeks van kwalitatief hoogstaande samenwerkende mensen. Ik ga beginnen met Werk van de Nacht zal komen. Een beetje in een soort marsopbouw, het eerste lied van vanavond. De mooiste liederen van Johannes de Heer. Geniet ervan.
andere veelgevraagd lied uit die prachtige bundel van Johannes de Heer is Abba Vader. En ik ga Abba Vader spelen met hele mooie uitkomende stemmen. En in het begin heel verstild, een beetje kabbelend op het rugwerk. En dan heb je die mooie, heldere registers en dan mooie uitkomende stemmen op hoofdwerk en bovenwerk. Maar ik denk altijd bij mezelf, laat dat maar aan Hanno over. Abba Vader. Ja, vanuit de prachtige strijkers in de zwelkast, in het slotkoraal van Abba Vader, gaan we naar Er komen stromen van zegen. Zo'n prachtige gaande melodie. Je kan het eigenlijk als het ware, die stromen van zegen,
kan je in de muziek, in de improvisatie laten kabbelen. En het orgel kan je daarin laten zingen. En ik denk dat we op een gegeven moment wel naar een vol orgel zullen opbouwen. In de improvisatie over stromen van zegen. Ja, er zijn natuurlijk veel improvisaties die ooit op een dag ontstaan zijn en die regelmatig terugkomen. En ieder orgel vraagt dan weer om een andere aanpak. Er zijn ook improvisaties die ontstaan op het moment zelf, zoals het ook met stromen van zegen. Zo gaat het ook gebeuren. In vaste rots van mijn behoud, in combinatie met klem vast aan de rots. Uw vaste rots is echt een ingetogen improvisatie. Dan krijg je op een gegeven moment ook dat koraal eenmaal als de stonden slaat. Ik weet nog dat ik een keer luisterde naar Dirk Oud, een hele goede organist uit Noord-Holland. En die liet eigenlijk dat slaan van de klokken in die stonden liet die terugkomen. En klem vast aan de rotsu is weer een blijer lied. Want er dreigt gevaar, maar er is ook altijd iemand die boven al het gevaar staat. Het gaat over de rots in de volgende improvisatie. Thank you.
de vaste rots klemt, dan mag je ook hopen en rekenen op zijn zegen. Daarover gaat de volgende improvisatie. Combinatie van twee liederen. Tel uw zegeningen. Ook vandaag de dag. Misschien in soms in moeilijke tijden. En dan in combinatie met het gebed, zegen ons al goede. Twee liederen over de zegen.
deze prachtige kerk in Den Haag heb ik ook verschillende keren cd-opnames gemaakt met mijn mannenkoor uit Waddinxveen, de Gouden Stem. Ook met de Martin Mans Formation. Prachtige akoestiek. En als je dan met je koor onder dit orgel staat, ja, dan gaat het zingen bijna vanzelf. Een lied wat we met de Gouden Stem ook altijd zingen, dat is Nader mijn God bij u. En dat heb ik in verschillende toonaarden voor die mannen genoteerd. En dan zonder een tussenspel of zonder een overgang naar de volgende toonsoort gaat dat dan in één keer door. En die bewerking speel ik speciaal voor de mannen van mijn mannenkoren. Nader mijn God bij u.
Een van de meest gevraagde liederen uit de bundel van Johannes de Heer is Ik wandel in het licht met Jezus. Het mooie van die improvisatie vind ik ook dat je heel goed in de muziek kunt uitbeelden de inhoud van de tekst. Het wandelen van boven naar beneden, van beneden naar boven. De prachtige opbouw en op het eind weer het helemaal teruggaan. Zodat je eigenlijk nog een heel klein sprankje licht waar het over gaat ziet in Ik wandel in het licht met Jezus. Ja, na het sprankelende slot van Ik wandel in het licht met Jezus gaan we in een mars verder. En daarin verweven drie liederen, eigenlijk vier. Eigenlijk zijn het van die prachtige strijdliederen van het leger des heils. Voorwaarts, christenstrijders, rijst op voor Jezus. Glorie, glorie, halleluja. En tenslotte licht zat met uw palen, poorten. Een mars daarover.
De eerste twee psalmen die ik vroeger leerde op de lagere school in Dirksland, dat waren psalm 81 en 134. En die staan ook in de bundel van Johannes de Heer, 81 vers 12.
opent uw mond. En 134, vers 3, dat is Heer een zegen op uw daal. En daarover gaat de volgende improvisatie. Wat ons brengt bij de slotimprovisatie van vanavond. Ja, daar heb ik lang over nagedacht. Wat is nou een lied wat iedereen kent uit de bundel van Johannes de Heer? Een lied wat voor iedereen tot troost kan zijn. En dat is Genade zo oneindig groot, heb ik voor gekozen. Ook wel bekend, de prachtige melodie van Amazing Grace. En daarover gaat de slotimprovisatie in de vorm van een aantal variaties.
ik hou van een programma wat doorloopt. Daarom ben ik zo blij met mensen die dat ook willen. Zo'n regisseur als Hanno, die heel snel het volgende stuk heeft klaarstaan. Maar nu aan het einde van Amazing Grace, van Genade Gods oneindig groot, dacht ik even die prachtige galm van deze kerk laten horen. Ik zit hier te praten en ik hoor mezelf ook terug in de galm. Maar het is, met het spelen op het orgel is het ook zo. Als je zo'n slotakkoord en je hoort dan zo'n galm van 4, 5, 6 seconden hoor je weggalmen, dan denk je, wat klinkt dat hier mooi hier in de Lutherse kerk in Den Haag. Daarom ben ik ook zo blij dat we ook vanavond hier weer te gast mochten zijn. Dankzij goede vrienden uit Scheveningen die dat voor ons hebben georganiseerd. Fijn dat jullie er waren. Ik heb inspiratie ontvangen om hier te mogen improviseren over het prachtige thema Johannes de Heer. Lees nog maar eens als je de bundel hebt, of op internet, op Google of wat dan ook, over hoe Johannes de Heer die bundel heeft gemaakt. Hoe hij naar Engeland ging en die prachtige melodieën meebracht. En honderden prachtige melodieën worden vandaag de dag nog steeds gespeeld en gezongen. En daar gaan we mee door. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren, bedankt voor de donaties. Bedankt aan de bedrijven die het programma mede in stand houden. Ik zou zeggen, als het kan, doe een duit in het zakje, zodat we door kunnen. Hanno bedankt, Wim en Ellen bedankt. Voor straks wel te rusten en ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.